stel me even voor. Ik ben Stijn Meijer, ben 20 jaar. Mijn positie is spits. Ik draag rug nummer 7. Ik speel bij Excelsior, zoals jullie weten, denk ik. Ik ben benieuwd naar jullie vragen. Hoe oud was je toen je op voetbal ging? Ik denk gewoon zo snel als het kon. Ik denk 5, 6 jaar. Ik weet niet van hoe oud je mag beginnen, maar ik denk 5, 6 jaar dat je dan, hoe heet het toen? Volgens mij heette het toen de Champions League of de Smurf of zo. Ik weet niet precies hoe heet, maar 5, 6 jaar, ja. Als spits zijnde, zeg maar, dan doe je wel eens een actie, maar wat doe je liefst, zeg maar, voor beweging? Ik weet het niet eigenlijk. Als ik dribbel, dan uiteindelijk schiet ik vaak. Dus daarvoor dan is het gewoon een snelle schijnbeweging of zo. Niet echt een schaar of iets. Er is vaak te weinig ruimte voor. Wat zijn je hobby's buiten het voetballen? Ik denk dat hetzelfde als jullie. Ik hou heel erg van PlayStationen. Ik speel nu niet heel veel FIFA meer. Ik speel nu heel veel Call of Duty. Ik denk dat je dat wel kent. Ken je dat? Ja. Call of Duty nu helemaal in de coronatijd. Mijn ouders zitten in de mode, dus daar hou ik me ook wel mee bezig. Daar bemoei ik me wel af en toe mee. Vind ik wel leuk om erbij te doen, ja. En wat vind jij het leukste bij Excelsior? Nou, ik heb sowieso een heel leuk team. Ik heb wel echt heel veel vrienden daar gemaakt. En nu een van mijn betere vrienden, Rai Vloed, die kennen jullie wel, Hervé Matien. Ja. Daar ga ik ook buiten het veld gewoon heel veel mee om nu. Dus dat vind ik wel heel leuk. Wat is de beste speler waar je ooit tegen hebt gespeeld? Misschien Justin Kluivert dat ik tegenspeeld. Die was wel echt goed. Tahi Chong, ik weet niet of je die kent, met die grote haren. Die speelt nu bij Manchester United. En als je scoort doe je altijd deze. Ja. Waar is die rode dan eigenlijk? Wat zeg je? Als je deze doet, naar wie blauw? Ja, dat is een grapje met mijn oude teamgenoten van Almere zit. Ja, als ik scoor, bel ik hun. En zij weten dan waarover het gaat. Dus iets tussen ons eigenlijk. Met welke voetballer zou je een dagje willen ruilen? Ik zou wel een keer met Mbappé of zo willen ruilen. Kijken hoe hij leeft in Parijs, dat lijkt me wel gaaf. En hoe hij traint bij Paris Saint-Germain. En wat is je mooiste ervaring met voetbal? Ja, ik denk toch dan de play-offs vorig jaar. Dat was toch wel een dingetje. Ja, we gingen strijden om naar de Eredivisie te gaan. Toen scoorde ik best wel een belangrijk doelpunt uit bij Cambuur. Ik denk dat dat toch wel tot nu toe een van de mooiere dingen is in die 2 jaar. Wat vind je ervan dat de Eredivisie en de keukenkampioen niet afgespeeld kunnen worden? Ja, heel jammer. Heel jammer. Helemaal omdat we op een play-offs plek stonden. En dat we misschien wel konden, niet echt verrassen, maar dat we het gewoon goed konden doen in de play-offs. En dat we zomaar naar de Eredivisie hadden kunnen gaan. Top, is goed. Jullie ook bedankt allemaal. Goeie vragen allemaal. Dus bedankt daarvoor. En succes. Dankjewel.